Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tjus Madeline en vandaag ga ik een aantal van mijn volgers illustreren. Deze volgers hebben zich aangemeld via Instagram bij mij. Tenminste, ik heb Instagram het oproepje geplaatst en die hebben mij vervolgens gemaild. Dus als je in het volg ook in zo'n video wil komen waarin ik volgers nodig heb, volg mij dan op Instagram. Die staat nu hier aan beeld. Ik ga het wel vermakkelijken. Ik ga gewoon de foto's overtrekken. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van Adobe Illustrator en de rest vertel ik allemaal tijdens de video, want ik doe het gewoon lekker met een voice-over hier. Nou, ik had dus eerst een document aangemaakt en daarna ben ik de eerste foto gaan importeren en begonnen met het tekenen van de ogen van deze persoon. Daarna ben ik verder gegaan met de neus en met de mond. Nou, daarna ben ik het topje gaan doen. En gewoon de omleiding van haar lichaam, zeg maar. En toen de pet, inclusief de letters. En toen was het tijd voor de volgende persoon. Daarmee ben ik begonnen bij het vormen van het gezicht en weer de lippen. Deze had gelukkig wat minder tanden om te tekenen. Toen ben ik de bril gaan doen. En het oor en daarna gewoon de hals en de nek en zo. Toen ben ik weer wat van het gezicht gaan doen. Ik doe echt alles door elkaar hier. En nog het haar, die was ik bijna vergeten. En dan is het tijd voor de derde persoon alweer. En ook hier ben ik weer begonnen met het maken van het gezicht. Nou goed, dan gaan we alweer door naar de volgende persoon. En hier ben ik juist begonnen met het maken van het haar. En dan natuurlijk de ketting en zo en de kleding.
En dan hebben we alweer de volgende. En ook hiermee begin ik met het haar. En toen ben ik begonnen met iedereen inkleuren en daarvoor heb ik gewoon de tinten uit de foto gebruikt. Soms moet ik de lagen een beetje zeg maar omruilen, omdat dan een laag net weer achter een andere stond, omdat ik sommige dingen natuurlijk ook groter heb getekend dan ze moesten zijn. Nou, hier zijn een aantal beelden ineens verdwenen, maar ik heb hierna dus ook nog de twee andere ingekleurd en ben daarna bij iedereen begonnen met het maken van het haar, zeg maar de details een beetje erin. Dat het niet gewoon één stuk is, maar dat er ook een beetje lijntjes in staan. Hier zie je ook dat ik die andere al had ingekleurd, maar dat die beelden op magische wijze verdwenen zijn. En ja, zo heb ik het gedaan. Ik vind de ene tekening beter gelukt dan de andere. Maar op zich, als je de foto's er al helemaal naast houdt, dan kun je wel zien wie het zijn. En als je er namen bij zet en je kent de persoon. Ik heb het gewoon echt in mijn eigen illustratiestijl gedaan. En een beetje vermakkelijkt. Maar goed, ik vond het wel gewoon superleuk om te doen. En het is natuurlijk een deel van wat ik studeer. Dus ik maak ook illustraties op aanvraag. Maar als je dat wil, stuur mij dan even een Instagram DM. En als je deze video nou ook leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal
voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!